Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. We zijn de familie Meerschaert. Vandaag is Sunday Funday. Geef dan vast een duimpje. We hebben een fanbrief. Niet zoals de vorige keer dat we dachten dat de fanbrief was. Voor deze keer hebben we hem al open gedaan. Hij zit nog in een pakje. Voor ons van Zoe. Voor ons van Zoe. Het is wel heel goed verpakt. Het is gewoon zo. Het is een wc-rolletje. Oh, cool. Heb je iets? Het is een wc-rolletje dat ze heeft dichtgeplakt. Hier staat je op. Davinia, Jurgen, Davinia is daar. Daar kom ik hier. Orfe en Xante. Mama is hier ook. Mama is hier ook. Kijk, Orfe, Xante, Arco. Gewoon de namen? Met hartjes en kus. En mijn naam is juist geschreven. Oh, kijk je daar. Goed zo, Zoe. Mijn ook. Ja. Orfe's ook. Yeah. En mijn ook. Yeah. En de mijn ook. Ja. Maar meestal wordt Xante en Orfe verkeerd geschreven. Ja, zonder H of met... Helemaal iets met een F. Helemaal niet erg. Ja. Oké. Okay. Maar goed, Zoe, perfect. Wat staat er daarop? Love. Love, jullie zijn de beste. Zoe. Ja. Van Zoe. Van Zoe. Love. Hup. Oeps. Spring terug. Hoi, ik ben Zoe en ik ben een grote fan. Kan dit in de vlog? Dit zit in de vlog. Hoi. Precies. Dat gewoon een boekje is. Een boekje is dat je gemaakt hebt, hé? Hé? Zo. Voor wie is het? Voor familie. Voor familie meer. Ja, voor wie? Zoe. Voor Enzo Knol. Zoe heeft gevraagd om dat in de vlog open te doen. We hebben er veel werk aan gedaan. Dat is dus een wc-rolletje en al die papiertjes samengeplooid om een boek te maken. Zoe. En een hartje. Dank u wel. Dank u wel. En love, jullie zijn gewoon de beste. En wel, Zoe. Jij bent de beste. Dat is waar. We gaan dat in onze doos steken. Onze... fanmeildoos. We bewaren die allemaal. Het is warm hier vandaag. Ja, wij gaan straks in het zwembad. Ja, maar we gaan eerst naar Oostende. We gaan naar zandkastelen gaan kijken. Yes! Ja. Thema is dreams. I dream about you. Nachtmerries dan. Ja, ik was aan het denken, hoe kan ik dat formuleren? Maar ja. Oké, kom. We zijn weg. En dat is hier mijn favoriete busje. Volkswagen busje, een oud busje. Het kost gigantisch veel geld. Maar ik vind dat echt een van de coolste busjes. Om ermee te rijden en om op reis te gaan is dat niet zo handig. Geen servo, het heeft geen airco. Het is gewoon mega cool hoe dat het eruit ziet. En ze brengen eentje uit, volledig elektrisch. Je kunt dat op YouTube, kan je er zien. Dat ze al getest zijn. Ik vind hem ook wel cool, die elektrische. En ja, dat zal wel met alle nieuwe snufjes zijn. Misschien nog eventjes wachten en we kunnen een elektrische kopen.
nu wel. Het is, ik vind het machtig mooi gedaan, maar ik begrijp het thema dreams niet. Ja, ik snap het ook niet. Nee? Altijd. Moet je dromen van een dikke koe? Ik hoop dat die rest is. Ik droom van te winnen in het casino, maar ja, ik speel nooit. Wat denk je? Het allemaal droomjobs. Droomjob zijn. Ah, dat kan. Ah ja. Dat je droomt van een brandweerman te zijn. Dat je droomt om een kunstenaar te zijn, Picasso. En je droomt om... naar de maan te gaan. Naar de maan te gaan. Je droomt van Orfee. Bijvoorbeeld. Droomreis. Ja, oké. Okay. We beginnen het thema te zien. Hier droom je om tussen de haaien te zwemmen. Alleen weet ik niet als ik droom om opgehangen te worden. Nachtmerrie? Huh? Misschien nachtmerrie? Wat noemt droom? Ja, nachtmerries zijn ook droom. Koffers dragen. Oh, die valiesman. Ja, ja, maar ja. Dat kan een droomjob zijn hier voor die meneer. Hé? Ja? Hé? Ja? Als schilder wil ik wel. Schilderen. Dat kan er ook iets. Er is voet in de schilderbak. Oei. Ja. Cool. En die droomt ervan om in een mond te zitten. Ik niet, maar het ziet er bijna uit. Ja, dat is wel mooi gedaan, hè. Detail zo. Zo precies de foto genomen van in je mond. Ja. Hé? Hey? Cool gedaan. Je droomt er al van wat anders te zien. Ja, hopelijk veel mensen, anders zou je een probleem hebben. Ja? Kijk, en deze droomt om pintjes te drinken. Zijn het voor poepoe? Dat is een poepoesdroom. Dat is de oogarts. Dus ja, eigenlijk is het wel, zit wel een rode draad in. Ik zie wel geen rode draad hier ergens. Maar er is één. Mooi. Hef mijn voetjes op. Niveau moet passeren. Van onder de planken ook. Oei, is het zo laag niveau? Ja. Oké, dan. Mijn droomjob. Mensen een raar knip. Ah ja. Ah ja. Dat was mijn droom. Kijk. Dat is mooi gemaakt. Een droomjob, voetballer zijn, dat kan ook. En hier, ah, de ene kan droom dat hij fotograaf is en de andere kan droom dat ze fotomodel is. Het is hier ook wel een beetje gesponsord allemaal. He. Fans. En dan hier Hard Rock Café, want die is echt wel heel cool gemaakt. Harley Davidson, ook heel mooi gemaakt. Manitou. En dan TVH, dat kom je tegen als we langs de autosnelweg ja, rijden. Die, ja, met die heftruck. Dus dat is ook wel mooi gemaakt, ook gesponsord. Dat zal waarschijnlijk vast Scania zijn. Is dat ding niet? Ja, op Wrecking Ball. Van Wrecking Ball. Ik weet eigenlijk niet wie dat eraf is. Wie zingt dat weer? Wrecking Ball. Heel slecht is dat. Hoi, we hebben een probleem. We weten niet wie dat is. Allee, hoe noemt ze nu weer? Miley Cyrus. Ja, ja. Ik wist het.
heeft het opgezocht op Spotify. Spotify, wanneer? Ja. Ik heb het niet opgezocht op Spotify. Google. Meneer Google. Googlen. Meneer Google weet alles. Niet alles hoor. Ja? Hoe niet alles? Wat weet hij dan niet? Meneer Google? Dokter Google. Die weet alles. Dat is de broer van meneer Google. Je droomt er van een pretpark? Ik. Ja, en mama ook. Mama is op het tweede karretje de eerste dichtbij. En Urfie is de verste. Ah, deze daar, die. Urfie is de verste, helemaal daarachter. En ze van, wee! En mama, oh no! Waar zit ik eigenlijk? Van hey. Voor, daar. Oh, maar we zijn maar met vier. Nee, dat is achter. Dat is Urfie. Dat ben ik. Ah, daar helemaal langs achter. Daar in dat karretje, daar helemaal. Ja. Ah ja, oké. Okay. Dat is Urfie. Helemaal. Helemaal alleen. Altijd hoor. Helemaal alleen. Die zijn droom is gedaan. Ja. Dat ze passeert. Die gaat droom voor nog heel lang. Die blijft dromen. En wanneer je aankomt, heb je zo het gevoel van oei, het is precies niet veel. Maar tegen dat je alle hangen gedaan heeft en alles goed bekeken heeft, zijn er veel hoor. En zijn wel heel mooi in detail. Het zijn geen gebouwen zoals dat we vroeger nog hadden. Ze hebben zo vroeger nog gebouwen buiten dan. De Notre-Dame, die afgebrand is. En daar dan grote kastelen. Maar buiten dat zijn er geen gebouwen, het zijn alleen muren waar ze dan iets mee gedaan hebben. Dus een keer iets anders. In het begin had ik zoiets van, echt heel mooi in detail. En we hebben het thema, dromen. Hé hey mama, dat is jouw droomjob, hé? Zookeeper. Of hier, dat is ook jouw droomjob. Ja, dat wil ik. Ik wil. Hoi, allemaal. Dat was ons bezoekje. Ik ben altijd onder de indruk hoe dat een kunst is. Ja, dat is kunst. Zelfs dat je kan beeld houden of dat je kan schilderen. Of dat, je... dat is echt, dat zijn maar kleine, kleine pincetjes en borsteltjes dat dat dan maakt. Dat is echt, echt de moeite. Het is wel niet goedkoop om binnen te gaan. We zijn terug thuis. Yay! Yeah. Het was echt warm, hè? Ja. Warm, hè? Maar wat vond je van de zandkasteel? Supermooi. Supermooi? Zopermooi. Ja. Was het zopermooi? Het was zopermooi. Zopermooi. Vond je het een leuke vlog? Geef dan alvast een duimpje. Duimpje. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker hier beneden. Duur op dat belletje, dan krijg je melding. En het enige dat we nu nog zeggen is... Ciao. Ciao.